Het eeuwenoude systeem van traditioneel gezagvoering van de tribale volken is nog in stand. Dit zei jurist Hermes Libretto gisteren op een lezing van de Nationale Partij Suriname over de ontwikkeling van het binnenland. De wetenschapper geeft aan dat het traditioneel systeem zich is gaan verzwakken, maar nog steeds recht overeind staat. Al is het aan gaan verzwakken, nogmaals, door de contact met Paramaribo. Wanneer een grammar was geïnstalleerd voor de traditie, voor de regels, dan komt er de delegatie naar Paramaribo om te zeggen aan de gouverneur of de overheid van we hebben een grammar geïnstalleerd, wanneer kunnen we hem brengen dat u hem beëdigt? Dus Paramaribo had geen invloed op wat daar gebeurt. En tot nu toe is een grammar valt niet onder de president. Dat is er nog steeds. Ik heb het ook meegemaakt wanneer de president op bezoek gaat naar Drietabbetje. Dan gaat de grandma niet naar het vliegveld om te ontvangen. Volgens Libretto is het al decennia zo dat de grandma bepaalde regels stelt bij bezoeken vanuit autoriteiten. Wat ook nog steeds geaccepteerd wordt door de overheid. Dus er is geen, ik heb het in de piramide van de ambtenarij, hoort het gezag van binnenland niet bij. Het enige wat je wel hebt, het systeem wil dus dat de gramman, die installeerde kapitein, dus zijn medewerkers, maar het is de overheid die betaalt. Dus hier geldt niet. Wie betaalt, bepaalt. Nog steeds niet. Naast de Libretto waren ook andere wetenschappers van Maron en inheemse komaf aanwezig, die hun constateringen hebben gedeeld met het publiek.